Ja, welkom alle weer bij deze allerlaatste Nate op Vreed van dit seizoen. En we maken er jong wat speciaals van. Want we hebben prachtig publiek uit Frenscher. Ruitse Spanninga, die zwaagt voor de hapjes. Danny Panadero zwaagt voor de sfeer. Messerschmieder Kitty Hagen voor de spanning. En de Lucky Daltons, die zwaagt voor muziek. Ja, en aanst volle meer van die muziek in de minuut. Want hebben we een minuut voor het Rock'n'Roll Festival in Frenscher. En ook groot applaus voor de tolve mooiste vrouwen van Friesland. Ja, de grote vraag wordt, en dat is heel spannend, want nog een weekend waren we te opvolgen van Marianne Cameron, No Miss Friesland. Ja, dat een weekend. Kinder Jim dat wezen. Jelina en Maaike Tolsma. Toen wij vragen van, we moeten even een paar van die pittige dingen, hè, net een paar die zijn een beetje zenuwachtig binnen. Toen zijn ze Jim. Maaike, waarom is Jelina zo'n pittig ding? Zeg ze dus. Jelina, nou. Jelina weet altijd wel goed wat ze is. Ik denk dat ze wel sterk in haar squant zit. En dat maakt het haar pittig. Ja. Ja. En wat maakt het haar zo pittig dan? Nou, ze is heel spontaan, recht voor de raap. Ja, en zij weet ik wat ze is en wat dus ja, ik denk daarom. Ja, het is een spannende street. Nou, we zorgen even naar Ruitse. Die is al flink aan de gong, maar China asperge. Ja. Ziet er goed uit, Ruitse. De koningin van de gemeente, hè, de asperges. Ja, net dat ticht, maar dat maar die asperges nee, bij die varkens, hè? Nou, één ding, nee, maar één ding. Een vaske asperge, die herkent aan dus dat die piept. Dus als je maar een shuggy in de supermarkt die pakt die asperges in die doet, dan zou je het zeker op Nederland preetje. Ja, oké. Okay. Maar maak het voor u eens wat lekkers. We hebben heel veel publiek. Asperges, want ja, koningin en die, de koningin van de Grieten. Zoals? Ja, precies. Wim Lex, doe het, hè? Heel goed. En ik vertel aansneven hoe ze het allerbeste klimaat zijn. Ja, nou, en ondertussen ben je het bezig om bemoeisteren, maar wat mooi. Maar dit is even hoe deze vrouw, Maaike. Miss Friesland, ik kan me zo vaststellen dat stinkt. Nou ja, ik woon me wel op, Jan, ben wel misschien wat jongens zijn die zijn. Van, nou, ik zie er wel leuk uit, maar ja, dan maak je toch maar wollen. Waarom moest dat? Nou ja, Miss Friesland is natuurlijk wel heel anders als de modellenwereld. Ik is altijd richting model, Nessa. Maar ik dacht bij mezelf, nee, en is dat wel wat ik wil? Want het gaat dan vol meer om het uiterlijk. En als dan bij Miss Friesland just gaat ik om hoe ze van binnen bist. En dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Oké, okay, nou hoe bist je van binnen dan? Nou ja, een blied persoon. Ja, een blied persoon? Ja. En mag ik altijd wat voor de verraad oer hebben? Natuurlijk. Ja, ze is altijd helpen in het treden verraad of wereld en zo. Wat heeft het over voor belangen, zeg maar? Ja, verschillende eigenlijk. Ik ben er nog niet helemaal uit, ja. Want er zijn zoveel doelen die ik wil steunen. Of, dus dat moet ik echt even zien als ik het wil. Ja. Hey, we hebben ook al die beelden zien van Jim. Een survival camp moest in het wand door de modder en zo. Is er wat van bij komen, Jeline? Ja, zeker. Ja, dat duidde er nou eigenlijk al, hè? Ja, hoe wie dat? Vertel eens. Ja, voor mij persoonlijk, ik vond het heel leuk om te doen. Het was wel heel heftig. We draaiden, het hagelde en ja, we zijn goed testen. Maar ja, we hebben in de Rijn dus kanoot en we moesten sporten, we moesten nou ja, vooral draven. Ik. Ja. Dus het was wel heel heftig, maar ik vond het persoonlijk heel leuk en ik ken over Sjoen dat ik het wel om kan. Ja. Dus, ja. En je binnen de tolven die het oerbleun binnen. Ja. Wat maak je hem nou de komende weken nog wel? Nou, we hebben dus bijvoorbeeld, nou, teasen moeten we de kleren nog erop passen. Van die bif van Ellen en Body Touch in Grains. Ja. En dan hebben we, nou ja, we moeten natuurlijk nog repeteren. En we krijgen nog, als het goed is, een hier makeover. Doe dus daar ben ik wel heel benijd naar. Wat maakt dat bedrijf het al of zo? Of, nee. Of het nee, ja, dat krul. Het is aan hun Leuk. Natuurlijk. Ja. Ja. Okay. Nee, ik vind het wel spannend. Ja. Hey, doe je mee aan de lijn? Want ik bedoel, bij mij niet door eten, maar door mij aan de lijn moet ik speciaal gewicht wijzen, precies. Of asperges valt wat thuis, zit dan niks in. Nee, dat inderdaad. Nou ja, maar we denken ook nog voedingsvezels binnenkrijgen, door grieten. Maar daarnaast zo min mogelijk zoekers. Oké. Okay. Ja, en goed sporten, ja. Hè? Ze verkepen het vis. Ze verkepen het vis? Ja. Oh ja, dat is ik zo. Ja. Klopt, ja. Nou, visseizoen. Ja. Toch? Dat is het en zeker. En is dat goed voor je hoed? Is dat, zei ze altijd? Ja. Dat soort dingen? Vitaminen en mineralen die erin zitten. Ja. Nou, en sommige bevat heel veel vet natuurlijk. Wat goede vetten binnen, onverzadigde vetten. Ja. Ja, dat klinkt al heel goed. Volgens mij is het een soort vis. Ja. Ja. Mooie hoed. Vies net? Ja. Ja, net van niks en mis. Denk in water.
Nou, maar al die mensen, hè, lid ze daar zijn. Want het binnen, ja, we konden ze net al hier rond tafel, hè, dat ze hier toch wel graag wonen. Ruit ze maar het kind net al hier. Nou, ja. Hoe is dat tussen je in die sfeer? Want ik heb wel eens van die topmodels die wedstrijden zien en dan slaan we de keten uit. Ja, nou ja, wij zijn allereerst bij wij Friesen, hè, dus wij zijn nuchtere meesken. Ah, sure. Ja. Dus ja, we hebben net echt die street. Soms dan proberen ze wel eens van, ja, je moet er wat meer, nou ja, bitchy steeds maar wezen. Maar ja, zo zitten wij gewoon net in elkaar. Wij helpen elkaar altijd kind en ja, dus nee, zo ben wij net. Nee. Nee. Nou, even een test van Jim. Charmant en asperge iets op televisie? Ja. Charmant. Heb je zin hoor, ja? Hij drinkt geen zonder vlees? Nee, iets asperge er maar uit. Oké. Ja. Ja, je zit er niet veel trouwens. Bist je een vegetariër? Nee. Maar het is wel een eerste keer. En dan heeft hij zo'n mond erbij. Ja, ik probeer wel gewoon mijn vlees. Ja, hè? Ja, dankjewel. Oké. Hé, dames, waar wordt het? Van Jim. Oh, is toch ook gewoon mijn vlees? Wie is toch vegetarisch best? Ja. Wat heeft er voor invloed op jou? Celeste, ik wil vis. Gewoon eten. Niks aan de hand. Hé, waar wordt het van Jim? Dat weten we net. Ja, kom op. Samen moeilijk. Doe nee. Even. Dat weten we echt net. Nee, iedereen heeft zijn eigen krachten. Iedereen is uniek. Iedereen is mooi op zijn eigen manier. Dus nee, dat weten we echt nou, niet. Nou, nog even een slogan voor de wereld. Voor de vrouw. Moeten we die redden kennen? Maaike? Nee. Dat is het maar net. Ja, er zit nog een wut in je hallen, maar die maakt net zissen. Wat dan? World peace. Nee. World peace. Nee, dat is echt heel erg. Ja. Nou, Rijtje, wat viest jou ervan? Nou, wat ik ervan vind? Kiezen, dan mag nog even. Mag ik echt kiezen? Ja. Mag ik echt kiezen? Steen dichtste bij haar. Ja, oh, hij geeft voor de blonde. Want zijn lesbian flies. Nee, oké, ja, daar is niks onder spak. Ja, het moet toch ergens verkiezen. Nou, dames, bedankt. Ja. Vuurdoop. Heel knap dat je met die in haar live op televisie in de allerlaatste Nederland. Succes. Ja, ik ben snijn, hè? Ja. Ja, volgende week is snijn. Sorry, mij. De kaart is met KMKP op www.missfriesland.nl, want meesten moeten natuurlijk een kaartje hebben. Dat is toch heel goed verteld. Ja. Nou, applaus. Okay. Succes en mooi. Prima. Dat wil nog maar even zitten. Ja, want er komt iets heel gevaarlijks van. En het bad net vaak dat je van tevoren al applaus vreet je matten van optreden. Maar dat is in dit geval wel nodig, want Joek is dit je vrouw. En die heeft al die messen in de hand. En dit koe wel eens het laatste optreden wezen van Joek. Dus we zitten wel. Nou, dat hoop ik dan maar net. Nee, daar gaan we even niet van uit, toch? Want naast mij zit je Kitty Hagen. En zat je hem zuggen, is zij messengooister. En ze heeft er een act van. En ik ben naast een slachtoffer, of eigenlijk assistente, toch? Ja, lief assistente. Ja, toch in de goede handen. Ja. Kitty Hagen, een entertainment- en variétébureau in Arrehaske. Ja, dat klopt. Je komt toch niet uit Friesland? Nee, ik kom niet uit Friesland. Ik kom uit het midden van het land. Maar ik woon nu al sinds 7, 8 jaar woon ik in Friesland. En waarom dan Arrehaske? Waarom Arrehaske? Nou, gewoon, ik vind Friesland hartstikke mooi. En de rust en de ruimte. Dus ik heb het helemaal naar mijn zin hier. Ja, en had je zoiets van, ik wil naar Friesland of dat niet? Nou, ik zocht meer gewoon ruimte. En ja, wij werken gewoon landelijk, dus het maakt voor mij niet uit. En we zitten dicht bij de snelweg. Maar je dus, kwam wel eens in Friesland en dacht je dan, hier wil ik wonen? Nou, ik kwam vroeger wel eens voor optredens in Friesland. En dan dacht ik, heb ik getankt en heb ik mijn paspoort bij me. Maar oké, gelukkig, dat is veranderd. Intussen is Friesland ook bereikbaar ja, geworden. Zeker, zeker. Hoe ben je in het circusvak terechtgekomen eigenlijk? Want je komt niet uit de circusfamilie. Nee, helemaal niet. Ik ben jong en je wilt wat. En ik had de modevakschool heb ik gedaan. En toen wilde ik eigenlijk een beetje op avontuur. En ja, het circus was iets waar ik natuurlijk als kind wel naartoe ging. Maar voor de rest wist ik daar helemaal niks van. Dus ik dacht, ik ga een jaar met het circus mee reizen. Echt waar? Zomaar? Ja, zomaar. Ja, denk op avontuur. Nou, daar heb ik mensen ontmoet. En daar ben ik eigenlijk een beetje in het vak blijven hangen. Met een fakirshow en in glas lopen. Fakirshow? Ja, ook nog vuur spuwen, vuur eten, op glas lopen. En, nou, en de messenwerk. Maar je bent ook begonnen als assistente? Ik ben als assistente begonnen. Nog. En ik ben er nog helemaal. En wat merkt Arrehaske nou van ja, al die circusdingen die jij doet? Nou, dat is wel heel erg leuk, want wij hebben zelf ook een eigen reizend variété circus theater. Waar we zomers altijd een tournee mee doen door heel Nederland. Van 5, 6 weken in de zomermaanden. En onze première die is altijd in Arrehaske, in ons eigen dorp. Dus dan kunnen mensen jou op jullie aan het werk zien? Daar kunnen ze ons aan het werk zien. En we hebben première 14 juli aanstaan en we blijven 3 dagen blijven we staan. Wat is nou eigenlijk zo leuk aan het circus? Ja, circus is een illusie. Je bent gewoon even in een andere wereld. En wij willen gewoon de mensen entertainen. En wat bij ons het allerbelangrijkste is, als we mensen de
het circus, hè, verlaten, de tent verlaten, dat we ze gewoon een lekker gevoel mee in huis hebben. Ja, illusies zeg je, maar dit is geen illusie, hè, die mensen die op mij gaat gooien. Dit is hartstikke echt. Ja, we zitten de hele tijd al te wachten. Ja, dat dacht ik al, ja. En ik sta hier maar te bibberen. Wat gaan we doen? Hoe gaan we doen? Nou, ik zou zeggen, ik gooi eerst één mes. Dan ga jij er met je rug tegenaan staan. En dan ga ik je bekogelen. Oh, ik vind het heel eng. Bemessen. Bemessen. Nou, ik ben benieuwd. Dan ga je gaan. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar. Ja, ik moet wel. Hey, Duke, is er echt iets... Oh, jongens, is er een ambulance in de buurt? Oh. Is er nog Ian Aspergetje? Nee, ja, dat is niet... Dat is... Aasen, dan overleef ik de messen. Het laatste avondmaal. Maar Duke, is er echt een lichaamsdeel dat zo'n missenkist? Ik moest aan de andere kant staan. Je moest aan de andere kant staan, dat is waar. Ja, ik wil wel blijven leven. Ja. Ik vind het wel knap dat ze dat bloed van uw repetitie zou voortkrijgen. En dan moet ik zo staan, Kitty. Ja. Echt, zit nog in je aspergetje? Nee, nou, jongens. Oh, rap. Het sta ik helemaal goed. Oh, ja. Ik wetenschap me afsluiten. Ik sta helemaal te bibberen. Oh, jongens. Daar komt-ie. Het is heel knap van die. Oh. Bijna mist. Oh, de hartstikke knibbel. Oh, meisje. Ah, dit is kwam. Zet erin. Ja! Nou, applaus. Nou, super. Nou. Ik ben er nog. Ik leef nog. Heel goed. Vandaag bij Nathan Vreet en morgen op SBS bij Jeroen van der Boom. Wat ga je daar doen? Morgen bij SBSS om 8:00 ga ik de uitdaging aan bij Jeroen. Met bijlen. Met bijlen. Oh, met nou, bijlen. Ik ben blij dat het hier bij messen bleef. En ik ben heel blij dat ik nog leef. Ja, graag gedaan. Rijts heeft er morgen wat het wil? Ik is morgen nog naar een oor optreden, maar bij ons. Dan smiet ze me op die. Was dat ik heet nog wel wat messen. Ik heet nog wel wat messen. Oké, ja, nou, Danny Panadero, onze coach hier. En die krek al even maar de mond, Monica. Ja, joh, rock en rollen. Dan ben je morgen weer in het oranje, hè, King? Morgen qua kleur. In het oranje, ja. Nou, qua hollen dan, steeds maar. Ja, absoluut. Ben ik helemaal in het oranje. Druk bezig met mijn EK-hit, dus de gekke huis. Wat ja, daar hebben we het aansnoer hoe het EK-hit. Maar even hoe de glazen nu is. Ja, de actualiteit. Ja, dat is fantastisch. Komt nieuws, naar jou het daar. Ik kijk op Twitter, want dat doe ik nogal graag. Maar ik zat te kijken, maar het komt inderdaad naar Leeuwarden toe, hè, het glazen huis. Ik heb me toch goed mijn best gedaan. Ik ben dus in 2010 al bij Koen Zwijnenberg langs geweest. Die had het erg moeilijk. Ja, dan kom ik even langs en dan trek ik ze de nacht weer even door. Ja, dat ging met mijn hit, hè? Ja, met mijn hit, omdat de fuck you in zit natuurlijk. Ja, dat, en ik heb vorig jaar heb ik er natuurlijk ook weer, hebben ze me ook weer gebeld. Dus had hij het ook weer zwaar. En goed, we zijn natuurlijk nu echt wel een beetje... Ja, je hoort er op een gegeven moment bij, hè? Ja, maar, het is ik eigenlijk wel om mij te danken dat het nou aan jou komt. Ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Want ik heb natuurlijk een enorme fanbase hier, Rijts. Fanbase? Dit is echt ongelooflijk. Let op, je komt maar te roepen. Handjes! Hey! Dat zie je wel, het is ongelooflijk. Kijk. Nog een keer. Ja, komt die aan. Handjes! Hey! Zie je wel, zo moeilijk is het allemaal niet. Jongen. Nou ja, en dat heb ik dus goed duidelijk weten te maken bij de mensen van het glazen huis. Dus en die hebben toen even gaan googelen. En kun je natuurlijk, je kent bij de Oldenhoven kun je staan. Het nieuwe Saailand zou natuurlijk mooi zijn. Je kunt overal staan natuurlijk. Bij de Waag kun je natuurlijk mooi staan. Dus het is dus gelukt. Ja, en wat, er is nou een plan met een EK-hit. Ja. Hoe heet die? Nederland wordt kampioen. Ja, dat wisten jullie misschien nog niet. Nee. Oh, nou, dit is dan. Maar ook, dat is allemaal niet zo moeilijk, Rijs. Het is net als koken, je moet het een beetje in je vingers hebben. Maar rijmelarij val ik mijn vestjes. Ja, nog maar één dan. Ja, nee, dat praat een beetje moeilijk. Maar, Nederland wordt kampioen. Het wordt echt een ontzettende lekkere meezingen wordt het. En vooral niet te moeilijk. En mensen, daar houden wij niet. Nog een slagje? Nederland. Word kampioen. Ta-da-da-da-da-da-da. Nederland. Ja, zie het werkt. Als jij het roept, werkt het niet, hè? Let op. Let handjes! Op. Zie je wel? Let op. Lekker! Ik denk dat ze je zal gaan eten. Maar nou, nog een keer. Lekker! Eten! We zijn al elkaar. Ik ben druk bezig. Er is toevallig gisteren weer in de studio opgenomen. In de studio, ook hier in Leeuwarden trouwens. Echt een leuke studio waar al een menige hit van mij vandaan is gekomen. En ik heb ingespeeld met een bandje wat ook hier in Leeuwarden veel speelt. Daar speel ik ook mee bij Bevrijdingsdag op het Noorderwien-podium. Ja. Met Die Gooyum. De tuba-speler en de trombonespeler en de trompetist. Die hebben meegespeeld in mijn plaatje. Dus, En hoe is het met die poliep?
Ja, die heb ik dus vorig jaar achtergelaten in het glazen huis voor de veiling. Daar konden mensen op bieden. Heet een polyp hier? Ja, ik had een polyp en ik heb er ook een nummer over geschreven. Ik was de enige die er ook een nummer over geschreven heeft. Oké. Hyper de piep, ik heb een polyp. Oké. Ken je niet, Reizen? Nee. Stikje? Hyper de piep. Hyper de piep, ik heb een polyp. Nou, dit is ja, rijmelerij. Nou, ja, dit is echt ongelooflijk. En het rijmt ook nog. Ja. Ja, ja, je hebt zo'n wel een mooi duo geweest, maar ja, dat is wel fantastisch. Want als ziet er zo wat van geboren. Ja. Asperge. Asperge. Ja, zit dus. Nou. Het is allemaal niet zo moeilijk. Nee. Nee. Maar goed. Dus, EK hit, die komt er dus aan. Er is gisteren ingespeeld. We gaan er met Frisia A2, voetbalteam uit Leeuwarden. Die ook op Fuck You heeft meegezongen. En op mijn laatste hit skiën. Dat doe je van boven naar beneden. Holladio. Yo. Ja, ja, het is zo makkelijk. Het is allemaal niet zo moeilijk. Nee, het is niet moeilijk. Dus daar heb je ook hebben ze ook op meegezongen. Of geschreeuwd eigenlijk. Ja, ja, ja. En ze gaan op dit plaatje gaan ze aanstaande donderdag in de kantine. Komen een paar pullen bier komen op tafel in de kantine. En dan is het Hallo die E. Nou, dat is, dat werkt niet. Als jij het doet, werkt het niet. Hé, maar Danny, er zit nog... Ik wil een diepere laag in dit vestje, hè? Dat heeft ze me verteld. Dat ik wat meer positiviteit uitstralen, toch? Nou ja, dat was een beetje... Altijd die negativiteit van... Dat is toch maar besnijden. En ze verdienen veel te veel geld. En ze hebben allemaal feestjes s'nachts. En allemaal blablabla. En het is allemaal gezeik en geneuzel. We moeten er met z'n allen voor gaan. We gaan gewoon een kampioen worden. 88 was de laatste keer. Nou, hoeveel jaar zijn we nu verder? 1, 2, 2, 3. Nou, soort. Heel veel. Ja. Bijna 25. Nou, bijvoorbeeld Reitje. Reitje, dan moet je even dat spel uitdelen. Dus die zit heel dicht met oude hoeden. Die missen, die kan wel even worden. Ja, die missen kan ik wel even. Ja, die missen, die kunnen wel even. En misschien ontdekken ze er zelf wel een leuk hapje. Net zoals die inderdaad leuke hapjes tussen. Dan wordt het te grauw. Derde zijn 7 minuten aan die meisje. Ja. Ja, dat is ik zo. Nou, hey, maar Danny, de hashtag een Friese hoezetting maken van Fuck You. Ja, vorig jaar. Zijn we even luisteren naar het origineel? Ja, het origineel, ja. Misschien? Komt ja. Ik heb een hit, omdat er Fuck You is hit. Fuck You is hit. Fuck You is hit. Ik heb een hit, omdat er Fuck You is hit. Fuck You is hit. Ja, dat wil je. Dat weer, hè? Ja, deze sterke tekst. Hey, ja, geweldig, hè? Ja, je hebt een hit omdat de Fuck You is dit. Wij hebben even die hulp nodig, want hij heeft het oerzet nooit Friesk. Wat zo'n Friesk wordt wijzen van Fuck You? Beetje christelijk, hè? Want daar zit ik nog wat bij, maar... Rolletje asperge. Ik heb een hit, omdat er lekker eten in zit, zo ik dat kennen. Ja, ja, dat kan allemaal. Ja. Ja. Maar nou, ik zou het niet weten. Ik durf het eigenlijk ook niet uit te spreken. Nee, dat zou ik niet. Zou het net weten? Nee, het is eigenlijk ook een Friesland. Nou, ik heb een paar suggesties die je, maar die wien net ja, aan de nee, het ook niet past echt, net in het refrein. Past er absoluut niet in. Nee, die Friesen die doen het gewoon. Hè. Maar, die lullen er niet bij. Nou, maar de meest van, Danny. Ja, gaan we het even doen. Ja, ik heb hem speciaal voor de Friese Music Night vorig jaar. Heb ik hem op. Ik heb dus maandenlang bij de A-fuck gezeten. Oh, om die tekst er een beetje in te krijgen. En, nou, ik ga dus nu. Ik ga dus een beetje de wereld draaien door. Gewoon één minuutje even van het nummer laten horen. Het laatste kompletje. Als het lange leuk is, dan. Dan doen we er nog eentje bij. Goed, trakteer ik. Kan ik direct even een biertje halen? Ja, nou, dan komt die jongens. Kan ik voorlangs? Ja, ik kan gewoon voorlangs. Oké, oh, dat is hem. Danny Panadero. Zonder rock'n'roll band. Ja, zo. Mooi bier. Hoppatee. Ja. Mensen, zijn we er klaar voor? Handjes! Hey! Ja, start er maar in hoor. Komt ie. Ja, ja. Daar gaat ie hoor. Wat een gezelligheid. Ja. Een grote hit screwen, wie alles op. Van die ik wil maar die, dat was er net meer ha. Nou is alleen nog het wachtje nog op Fuck You van die twa. Dat zal leuk zijn. Ik heb een hit, omdat de Fuck You is in. Fuck You is in. Fuck You is in. Ik heb een hit, omdat de Fuck You is in. Fuck You is in. Fuck You in het Fries, dat klonk net uit mijn bek. Maar dof het in het Engels, nou dan klinkt het echt te gek. Allemaal mensen, ik heb een hit. Omdat het... Fuck You is in, Fuck You is in, Fuck You is in. Ik heb een hit, omdat het... Fuck You is in, Fuck You is in. En die missen zingen ook mee. Ik heb een hit,
omdat de fuck you is it. Fuck you is it. Fuck you is it. Ik haal mijn hit, omdat de fuck you is it. Ongelooflijk, die man. Ja, ik was even moeilijk inkomen. Ja, nou, even tijd voor wat rust. Want je hebt zeer gekregen dat Joeken van een uitdaging had. En vanuit op vreed wie het net goud te gek. En het begon verliende hier op de Vleembasis. Ik zit hier dus in de cockpit van een F-zegtje. En als ik zeg hoeveel knapjes je binnen, daar ben ik er beroerd van. Het is maar goed dat ik dit ding niet hoef te vliegen, want dan kwam het helemaal niet goed, hè? Nee, maar vooral in auto's gaat het vaak niet goed. Het is krek wat ingewikkeld. Oh, tink erom, Roelof, tink erom. Sorry. Ik wil wel eens weten hoe het is om in een burka te rennen en hoe de meisjes reageren op deze kleren. Maar dat zijn wat ze een snitje van vinden. Ik net of vrouwen die een burka dragen of een sharia of een hoofddeksel of die op een terrasje zitten. Ik heb zelf ook een nooit zo'n. Maar het is in elk geval een lekker bakje. Jongeren die het haast het riebewijs hebben, doch een bijzondere test. Maar een alcohol of een drugsbril op, vielen ze hoe je reageren maar te volle op. Want ja, een soort jongeren, die broeken wel eens wat. Oh, ik zou nooit zo riepen in. Ik vind het deer eng. Eng, oh, hè? Yes. Zo, maar we rijden helemaal uit de koers. Oh, waar ben ik al? Ja. Moet ik nou al stappen? Ja, stap je samen. Ja, de trillen terug. Hé? Echt hoor? En hier is nou de galant dat de meester zit, want dat is de meester nog ingrippen. Oh. Ja? Grijs, ik heb wel een trim niet meer. Ik kan me net voorstellen. Had ik nou ergens, zeg maar, gewoon in een. In de stad was hier of zo, ergens, zeg maar. Het is gewoon echt, echt net vertrouwd. Nee. Nee. Echt vreselijk. Ja. Jurgen en derde berg van werk is dit. Ik zou zeggen, klaar voor de start. Ik ben hier aan die kant. Ah! En ik is nou achteruit. En dan hebben we nog een. Liefst obstakel betocht. Oeh, en dan maar ze vooruit klunen. Oh, achteruit weer jongens. Oh, kom maar. Ja, goed zo. En voor de 1, 2 en 3 hebben wij dus een handdoek en een muts. Nou, sjuggezoon, het is helemaal fantastisch. Het kampioenschip achteruit rijden in werken. 1, 2 en 3, kom eens even hier jongens. Wil je zo draaien? Alsjeblieft. Wie wie de 2 en 1? Nou jongens. Ik had ook alle jas aan. Ja, nou dat wie dan de rispingen van een ier lang net op vreed. Hey Rijtse, ja. Dopen is ook weer een nieuw programma. Ja, dat en, klopt. Ik jij al hier oproepen. Ja, wat wij graag willen natuurlijk is dat mensen zich oormelden. Want dan ging ik, mij die mensen, voor een oorziekje. Ja, dus ik giet er gewoon om van, is er iemand die het echt verzinnen heeft, denk van, nou, dat is leuk. Bijvoorbeeld Danny zou misschien een hele leuk idee hebben. Was dat van Danny? Ja, ik heb een vriendinnetje in Tormolino's en ze kom je daar dat even langs. Dat kan je wel zien, He? Die hebt het echt verdiend, hoor. Ja, die hebt het echt verdiend. Ja, zeker. Maar dat is dan, ik roep dus echt iedereen op om schroeren. Je neemt naar de site van Omroep Friesland, daar staat het formulier, is de zaal. Dat komt. Maar even een vraag, hoe ver om... Dat ik is nou nooit gewone mensen, hè, tussen ja. Ik zal altijd naar bekende mensen, nou gewoon wat vies leuker. Op dit moment, wat we nou doen, vind ik leuk. Waarom? Ja, vind ik leuk. Nou, gewoon, het is eigenlijk gewoon een, het is volle verrassender eigenlijk. Dat woord is wat berekender. Hè. De rekkers trek ik gewoon op, want dat is die meesten ik al kerst. En deze meesten kerst is echt heel net. Dus dan komt er echt in één keer voor de eerste keer sussen en dan mast er gewoon direct voor en dan krijg je gewoon een hele leuke televisie. Ja, wat is nou een verhaal waarvan Astrup Romsus denkt, ja, dat wie nou speciaal? Nou, ik vond die in de laatste riegen, maar de jongen in de Thomashuis, dat vond ik wel echt heel, heel speciaal. Wat gebeurde er? Wat zei het? Wat gebeurde er voor de mensen? Nou, die jongen die autistisch en, maar dat wie voor mij is wel een moeilijk. Ik denk van, hoe gaan we daarmee om? Hoe zullen we dat doen? Maar er kwam zo iets moois uit, dat wie zo puur en dat wie zo eerlijk. En dat vind ik gewoon heel erg mooi om te doen. En de puurheid, dat vond ik echt heel erg mooi. Maar dat is natuurlijk een kok. Absoluut. En dan was het niet een presentator, maar dus... Nou ja, die ik in leven kind is zo jong. Vind je dat moeilijk?
Dat is net altijd makkelijk, maar dan moest ik gewoon, helemaal openstellen daarvoor en dan komt er echt altijd iets van. Hoe doe je dat dan? Ja, openstellen, trouw die zelf gewoon, dan kan het natuurlijk paaien, maar eten kan het wel. Ja. Maar zij zijn natuurlijk vaak wat zenuwachtiger dan ik het ben. En dat is eerst even op gerust stellen, even een praatje maatje en dan moest een baan krijgen in de ring van de dag van de opnames. En dan komt er gewoon een hele leuke ding. Ja, want dan ben je een man heen, dan zit er graag bij meesken. Ja. Helpt dat? Ja, nou, dat weet ik net, hoop ik al. Ja. Er komt wel hele leuke dingen uit. En wij hopen dat we dus voor de nieuwe riegen die we van Simmer draaien kennen, dat we ik weer hele interessante mensen krijgen, maar een mooie verhaal. Ik geef me echt om een mooi verhaal erachter. Dat vind ik heel belangrijk. En wat is dat etensieren daar dan bij? Is het instrument? Dat etensieren, daar gaat het om. Het is een etensieringsprogramma, maar dat oren, dat is het mooie verhaal eromheen en dat maakt het interesse. Dus als je echt interesse krijgt van mensen, dat is mooi. En het eten niet erbij. Het met vast sociale dingen die prima bij me poppen. Emotie, hè, een beetje. Emotie, een beetje. Ja. Ja, en mensen zitten altijd graag in de keuken, hè? Ja, daar komen de mooiste verhalen altijd. Ja, aan de keukentafel. Aan de keukentafel. Ja. Niet in de woonkamer. Nee, dus aan de keukentafel. Eten is natuurlijk een super sociaal gebeuren. Dus je gaat aan tafel zitten en dan krijg je inderdaad een verhaal, een glasje wijn erbij. En dat jet er gewoon bij. Maar komt dat bij de thuis van vroeger? Wie dat ik altijd zei? Ja, we zitten natuurlijk ook graag, maar we komen aan tafel. Tot op de dag van jou trouwens. Want de must tijd nemen om te eten en gewoon om er echt tijd ik voor te nemen. Dat was echt waar. Ik zeg ze altijd, het is minimaal een jaloer tot 3 keer per dag. Lekker, gewoon, nog voor het zitten gaan en eten gaan. En dan komt ze in gesprek en dan komen de beste dingen. De meeste problemen worden dan ik oplost. Ja. Daarom hou ik ook zo van tapas. Dan kun je heel lang rekken, hè? Kun je heel lang de hele avond over lullen en zo. Van die kleine dingetjes. Van die kleine hapjes. Ja, hartstikke lekker. Dingetjes. In mijn buitenkeuken, bij het zwembad. Heerlijk. In Tormolinos. In Tormolinos. Maar goed, ik hoop dus inderdaad dat we nou deze keer weer echt mooie brieven krijgen, maar mooie verhalen erachter. En dat is de warmte van de meesten, dat is altijd fantastisch. Maar dat was nog 4-4, is het leven vroeger voor de man die tot bij jou ook een goed restaurant heeft? Ja, lekker eten kind, de gast hier wat uithingt. Ja, er binnen inderdaad wel dingen verloren. Natuurlijk zijn er dingen. Nou, de krijgt natuurlijk, ja, de meesten herkennen die gewoon. En dat is net dat, dus ik was lastig, maar in overleven, ik ken me heel goed mee om. Maar smiet ik wat op, ik bedoel, ik roep nog terug de Poys, of een supermerk. Ja, in Friesland. Oké, okay, een supermerk. En dat is toch niet een keer meer lakens mee, hoor. Ja, prima. Ja. En dan heb ik elke week een leuk minuutje voor je. Ja, nee, maar dat is wel commercieel. Dat is gewoon een commercieel merk. Ja, dat maak ik. Maar dat week daarvoor ik al. Dus dat maakt er net zoveel uit. Nee, dat week daarvoor. Maar heeft dat die extra stimulans nog, jongen, daarvoor? Een extra stimulans, het lekker eten programma. Nou ja, goed, ik bedoel, dat is natuurlijk net commercieel, laten we dat eventjes heel duidelijk stellen. Maar er komen altijd noorden dingen achterbij. En ik ben net diegene die dat lezen liet. Nee. Dat klopt. Nee. Okay. Dat hey, bedankt, want het zit erop. Oké. Okay. We hebben nog een minuut, toch? Ja, ja, we hebben nog een minuut. Ja, rock and roll, hè? Hoe je die asperges ziet. Nou ja, even de tip voor de asperges. Zo Bruno's hij is, niet schieten. Dan moest de asperges die moest opzetten in koud wetter. En dan een klontje boter erin en een beetje zout. Deksel erop, siert het, de dagelijkse ouwehelje. En dan alkwil je litten. En dan heeft het beste asperges. Lekker en dan smijt je ze sa. En dan rolt ze lekker in de ham. En ik zou zeggen, nou maar is er gewoon in haar. Ja, ik moet nog even wat zeggen. Oh, zeg maar wat. Nou, dan. Ja, nee, ik moet nog spelen. Oh. Ja, man, bedankt. Nou, dan neem je me toch net. We hebben een heel mooi publiek hier hè, in de studio. Kom uit Friends, hè. Dat is het beste wat er is. En die ben je vanwege een grut rock and roll spektakel. En de allerlaatste minuut is dan ik voor die meesken. Begin erin. Ja, erin maar je, Danny. Want dan was het nou eigenlijk even die... Oh, tussen al die missen terug. Veilig. Hey, nou. Hey, goeie. Hoi. Nou, Frencher, we kennen wel Craig de Wan of we kennen het kennen, ja, maar dat is net zo. Ik ben het al eens, hè. Vertel eens even, wat is het te beleven? Hey. Tolf mooie hebben wij in Frencher voor de derde keer het Rock'n'Roll Festival. Mooi, een goede section bands op jouw podiums. Het een van de grootste Rock'n'Roll Festivals in Noord-Nederland. We hebben een grote Rock'n'Roll braderie. Er is middels het Frencher de kampioenschap hoelenhoepen voor de band in verschillende leeftijdsklasses. We hebben een verkiezing van de mooiste Amerikaanse auto's UTT. Kwartom, alle keer rock'n'roll beleven. Die gek is onze gast hier van de dooi. Die praat. De derde keer alweer. Ja, de derde keer alweer.
En die praat alle bands en alle acts die daar aan elkaar. Het gaat on en oor trof van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts op meer of jouw podiums in de Frenzy de Binnenstad. Hey, nog even een vraag. Want deze man die treden op huis op, Lucky Daltons. Maar die krijg even een band formeerd, zodat ze dan ook even optreden. Ken dat nog? Ja, nee, maatje, wij gewoon een plakje ja, voor. Ja, we hebben de hele dag Arend Frenzy in al rock and roll uit. We hebben soort doensresten. We hebben al weekend doensclinics in de stad. We hebben bij mensen oefen je. Vlind hier, we hebben gegroeid van 12.000 naar 4.000 man. En dit hier gokken we weer op 12.000 erbij. We zitten over een minuut ja, in de show. Ja, ja. Hey, nou, bedankt. Ja. Succes, ik zal zeker even zien. Mooi. Ja, nou dan ben we dus onkom aan het eind van de laatste Night of Freight van dit seizoen. Het is een pittig seizoen, we hebben van alles die in. Na de zomer ben we weer om. Heb je dan nog leuke tips of ideeën, dan moet je gewoon mailen naar nightoffreight@omroepfriesland.nl. Allereer een mooie koninginnedag, mooie mooie vakantie. Na de zomer zie ik je weer. En dan is dit nou tijd voor rock'n'roll, de Lucky Daltons. I wish I knew her name. Well, she's the one to blame. Well, I'm a total wreck. It's a crying shame. Ooh, it's love, or it's just a game. Well, she's the one to blame. Daddy, brother, daddy.